En je zei net dat je met heel veel mensen dan samenwerkt in het maakproces. Als je een schatting moet geven van One Life, hoeveel mensen hebben daar in totaal aan gezeten? Nou, kijk, dit is muziek inderdaad die ja, dit is natuurlijk een beetje meer dansbare pop, electro, R&B, hip-hop, de dance, alles wat erin zit. Ik heb met een hele gekke jongen samengewerkt, die heeft een additional production gedaan. Die heet Thomas Helsloot. Dat is een jongen uit de dance eigenlijk. En die, dus ik had die track en ik zei, ah, ik denk dat die beat nog, er kan nog iets in en misschien nog wat geluidjes. Nou, met hem werk ik veel samen. En zeg, nou, kom jij er nog eens eventjes, kijk er nog eens naar, wat zou jij doen? Dus die komt dan ook weer met een paar geluidjes. En ik heb een engineer, Jean-Marc Kesselie, met wie ik al 20 jaar bijna werk. Die waanzinnig is in het mixen, gewoon demo's, maar ook echootjes en dingetjes. En dan heb ik een idee van een soort, nou, dan kan hij dat voor me maken. En dat stuur ik dan weer naar die engineer in Atlanta. Phil Tan, die voor Rihanna al die hits mixte, onder andere. En die hoeft dat dan niet meer te doen, snap je? Dus dan hebben we de productie al staan en dan kan hij gewoon op de sound gaan. En, maar zo haal ik er altijd... Ja, als ik er 20 man bij moet halen om nog een gitarist en een doedelzak en een viool en een trommeltje uit Afrika, dan ga ik dat op zoek. Het gaat erom dat je iets maakt wat ertoe doet. Maar als ik dat allemaal niet nodig heb en het is goed, is het ook goed. En jij maakt veel pop- en dancey-achtige liedjes. En kunnen we van jou, want je werkt met heel veel verschillende artiesten, van kinderen voor kinderen tot Gordon, zeg maar. Kunnen we van jou verwachten dat je ook in de toekomst nog andere muziekstijlen gaat... Dat je daar de verbreding nog in gaat zoeken? Ja, ik vind het altijd heel leuk om zeg maar in al die verschillende stijlen muziek te maken. Maar dan wel op mijn manier. Dus als ik mijn stempel kan drukken en het toch naar een soort level kan krijgen. Ook bijvoorbeeld in de vocalen een bijdrage kan leveren om het echt het uiterste eruit te zien te krijgen. Dan maakt de stijl vaak niet echt heel erg uit. En dat zie je bijvoorbeeld bij Kinderen voor Kinderen. Ja, dat hebben we allemaal weer terug op de kaart gekregen. Dat is natuurlijk super uitdagend. Omdat proberen het. Weet je hebt natuurlijk een waanzinnige doelgroep eigenlijk. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Om Gerard Jolings zat 25 jaar in het vak. Toen dacht ik, hey, dat vind ik, dat raak ik, krijg ik een idee bij. Ik leef mijn droom, zolang het mag, zolang het kan, bla bla bla. Nou, en dat was ook een artiest wat niet heel erg voor de hand ligt misschien voor mij om mee te werken. Maar toen dacht ik, hey, als ik daar nou eens, dus laten we eens kijken of dat lukt. En dan hebben we daar ook wat voor gemaakt. En dat lukte heel goed. En dat begon sloeg ook helemaal bij jou dat idee? Of was er al... Ik wist wel dat er iets aan zat te komen van een soort jubileum. Dus dan denk je, hey, dit is wel een moment, laten we wat inpitchen. Maar dat doe je uit jezelf. Ga gewoon proberen. Dus je belde naar maar dan maak je ook een demo die helemaal kant en klaar, strak, ik geloof dat de blazers en de gitaren er ook al op stonden. En dan is het ook van, jongens, is het wat? En zo niet, ook, dan hoeft het ook niet. Ik bedoel, het is niet dat het moet natuurlijk, maar ze reageren daar dan heel tof op. Maar dan moet je er helemaal voor gaan. Dus daar zit al heel veel tijd, energie eigenlijk en geld al in, voordat je dus weet of een artiest het wel wil. Ja. Ja, dat soort risico's neem ik heel veel, omdat dat vergroot de kans heel erg dat mensen het leuk vinden. En dat er toch wat uit kan komen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dat is niet gebeurd. Maar dat verlies neem ik graag. En dan heb ik dat liedje en dan komt het wel weer ergens terecht. Ik investeer graag in mijn eigen liedjes. En, Maar qua stijl is... Maar dat is een hele andere stijl weer, inderdaad, ja. Dan bijvoorbeeld Madcon. Dat probeer ik uit te leggen. Ja. Maar misschien dat de mensen die mij kennen en het luisteren denken... Hey, ik hoor toch wel overeenkomstige dingen. Maar dat zit er meer, denk ik, in... in de ja, dat weet ik niet, maar dat moeten andere mensen maar horen. Maar ja, ik vind het heel leuk. Het houdt het leven heel spannend en uitdagend. Ook in dance. Ik doe nu een aantal dingen in dance. Dat mensen ook denken, zo ben jij dat? Ja, dan hoor je toch even een pianootje. En dat zet ik dan mijn dingetje. En een te gek rocknummer vind ik ook super lachen. Weet je, om met een... Maar het is gewoon net... Weet je, en dat is het grappige. In het buitenland heb je heel veel grote producers... die ook in alle stijlen hun ding doen. Zijn die verschillende stijlen, als je een nummer maakt, eenzelfde soort puzzel? Of merk je dat je met een bepaalde stijl veel meer moeite hebt dan met wat je vaker hebt gedaan? Er is natuurlijk een groot verschil tussen bijvoorbeeld dat alles uit een computer komt. Of dat alles live gespeeld wordt. Ik zou een voorbeeld, bijvoorbeeld Madcon is bijna alles uit de computer. En Sandra van Nieuwland of zo is alles live. Dus...
Met allemaal echte instrumenten. Nou, dan zit ik aan de vleugel te spelen. En nu zit er geen eens piano in. Nou, dat zijn allebei dingen die even moeilijk zijn. Want het is echt niet zomaar gezegd, uit de computer doen we even. Nee, zorg maar eens dat je dan de goede dingen hebt. Dus dan moet je ook met goede mensen werken en dat zelf op zoek gaan naar dat goede geluid. En met een live band ook, een drummer en aan de piano, moet je ook zorgen dat je de goede... Dus dat is allebei even moeilijk of even makkelijk. Het is maar hoe je het wil interpreteren. Dus ja, ik vind dat gewoon... voor mij maakt het geen verschil als het maar voor de artiest goed is. Het moet bij de artiest passen. En bij de ene artiest is het zus en bij de andere artiest is het zo. Het voordeel van muzikanten is soms dat muziek uit de computer dan... minder goed is dan live gespeelde. Wat, heb jij een voorkeur daarin? Of? Ja, dat vind ik dus zeg maar... ja, dat vind ik onzin eigenlijk. Dat iets minder goed is of beter is. Nee, ik vind juist... het is om een hele goede productie uit een computer te krijgen... die echt geloofwaardig internationaal klinkt, dat is ook heel moeilijk. En als dat zeg maar bij die artiest past, is dat hartstikke goed. En er zit heel veel energie, tijd en werk in. En omgekeerd ook. Een echt goede muzikant. Ga maar eens even een track opnemen die helemaal live gespeeld is. Ja, ik heb het ook heel vaak gemaakt met strijkers en drums en dingen. Er zit ook veel werk in. Dus het hangt maar net vanaf wat voor artiest je hebt. En wat die artiest, hoe die artiest wil klinken en hoe die er is. En daarom voor mij, artiest is centraal. Daar kijk ik naar. Niet naar mezelf. Wat is jouw droomartiest om mee samen te werken? Wat is nou dat je denkt, nou, als ik die kan bereiken of die kan... Nou, ik zeg je heel eerlijk dat een Madcon en Kelly Rowland... als ik daar 10 jaar geleden of 5 jaar geleden... als je daarmee was gekomen, dan had ik nu wel gezegd... oh, wauw. Dus daar ben ik al heel trots op. En ook de dingen die er nog... een paar dingen die eraan gaan komen, ben ik ook heel trots op. Maar goed, er zijn er zoveel... weet je, het moet natuurlijk wel gewoon... je moet mooie dingen maken. Dat vind ik wel belangrijk. Ik heb terwijl voor mij is de combinatie van dingen maken waar ik zelf heel enthousiast van raak, waar ik echt gewoon kippenvel van krijg, waar mijn gevoel in zit en wat een mooie samenwerking heeft, dat is denk ik net zo belangrijk als dat het een hele grote artiest is of zo. Weet je, je wilt toch iets maken waar je achter staat en waar, gewoon, waar je hart in zit. En welke muziek luister jij nou als je even niet aan het werk bent? Thuis luister ik voornamelijk oude soul en jazz en dat soort dingen. Rustige, lekkere. En in de auto luister ik zoveel mogelijk radio, om gewoon te weten... Welke zender? Alles. Ik vind het ook leuk als ik in het buitenland ben om al gewoon alleen maar luisteren. Wat gebeurt hier? Gewoon, dat is gewoon de nieuwe muziek, hè. Op internet ook, op mijn telefoon luister ik ook vaak radiostations of dingen die gewoon... alle nieuwe muziek. En thuis is de oude muziek. Ja. Lekker jazz, lekker... Ja, gewoon lekker mooie oude dingen en dat vind ik gewoon lekker, ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan.